Een van Rembrandts vroegst gedateerde schilderijen is een historisch stuk met onbekende voorstelling uit 1626. Het kopje achter de scepter is zijn zelfportret. Aanvankelijk staat Rembrandt sterk onder invloed van zijn leermeester Pieter Lasman. In De profeet Biliam en De ezelin is dit goed te zien aan de zeldzame onderwerpkeuze en het bonte coloriet. Weinig schilders hebben zichzelf zo vaak geportretteerd als Rembrandt. Er zijn maar liefst 68 zelfportretten van hem bekend. Dit is een van de eerste. In Een schilder in zijn atelier spelen licht en ruimte een grote rol. Rembrandt vindt dat een schilderij in het volle licht moet hangen en dat je afstand moet nemen om het te kunnen beoordelen. De profeet Jeremia treurt over de verwoesting van Jeruzalem. De jonge Rembrandt is een meester in het uitbeelden van gemoedsstemmingen. Rembrandt schildert veel Oosterse tronies, zoals deze oude man met hoge pelsmuts. Voor zijn tijdgenoten zijn dit curieuze representanten van een verre, vreemde wereld die ze nooit zelf zullen zien. Van de 26 geëtste zelfportretten is het zelfportret met verbaasde blik de bekendste. Het draagt bij aan de internationale verbreiding van het genre. Tekeningen zoals De Oude Man zijn vaak voorstudies voor etsen of schilderijen. In deze periode werkt Rembrandt veel met rood krijt. Hoewel de portretkunst in Holland op een hoogtepunt is, schildert Rembrandt in Leiden alleen gezichten voor zijn historiestukken. Voor de profetes Hanna staat waarschijnlijk zijn moedermodel. Zijn eerste portretopdrachten schildert Rembrandt na zijn verhuizing naar Amsterdam. Ze komen waarschijnlijk tot stand via Hendrik Uilenburg, de kunsthandelaar bij wie Rembrandt in huis woont. Dit portret toont Nicolaas Ruts, een koopman die handel drijft met Rusland. Geen kunstenaar ter wereld weet de mogelijkheden van de etstechniek zo volledig te benutten als Rembrandt. Met een dicht netwerk van arceringen zet hij het gezicht van zijn moeder in een sterk licht. In een zelfportret uit 1631 presenteert de meester zich als portretschilder van het patriciaat. De gedetailleerde ets is bijna een in grafiek omgezet schilderij. Tegen de heersende kunstopvattingen in geeft Rembrandt zijn modellen realistisch weer. Zonder gêne toont hij de onvolkomenheden van het lichaam. Diana is herkenbaar aan haar pijlkoker. De anatomische les van dokter Tulp is een van Rembrandts eerste opdrachten in Amsterdam en zijn eerste groepsportret. Openbare anatomielessen zijn gebeurtenissen in Holland. Tulp is behalve chirurgijn ook 8 keer thesaurier en 4 keer burgemeester van Amsterdam. Drie dagen na hun verloving maakt Rembrandt deze tekening van Saskia in zilverstift op perkament. Zowel de materiaalkeuze als de sfeer van de tekening laten zien dat zij speciale gevoelens bij hem losmaakt.
In deze periode gaat het Rembrandt financieel en maatschappelijk voor de wind. Maar hij beseft dat zijn rijkdom ook weer snel kan verdwijnen. Dit laat hij zien door zichzelf af te beelden als de verloren zoon in het bordeel. Rembrandts opdrachten komen vooral uit de gegoede burgerij. Hij portretteert alle gezindten, zoals deze 83-jarige remonstrantse vrouw. Driemaal schildert hij Saskia als Flora, de Romeinse godin van de jeugd, de bloemen en de vruchtbaarheid. Bij de tweede keer, in 1635, is Saskia zwanger. Sinds de beeldenstorm worden nauwelijks meer altaarstukken gemaakt, wel privéschilderijen. De prediking van Johannes de Doper is een grisaille, een schilderij opgebouwd uit grijstinten. Het feest van koning Belsazar is een monumentaal historisch stuk. De stemming slaat om als er een teken aan de wand verschijnt in het Hebreeuws. Mene tekel, gewogen en te licht bevonden. Danae wordt beschouwd als een van de mooiste voortbrengselen van de schilderkunst. Helaas zijn er alleen nog reproducties van te zien. Het werd onherstelbaar toegetakeld met zoutzuur. Rembrandts tekentechniek is heel schetsmatig. De drie voorstudies voor De Verloren Zoon laten dat duidelijk zien. De man in Oosters kostuum is een zogenoemde tronie, een voorbeeld van Rembrandts blijvende interesse in exotische en schilderachtige koppen. Bij het baden wordt Susanna bespied door twee mannen. Als ze hen ontdekt, stellen ze haar voor de keuze: haar kuisheid of haar reputatie behouden. Rembrandt focust op de schrikreactie van Susanna. De verdrijving van Hagar en Ismaël is een thema uit het Oude Testament. Sara heeft op hoge leeftijd Isaac gebaard en eist nu dat Abraham de slavin Hagar en Ismaël, de zoon die hij bij haar heeft verwekt, heenzendt. Abraham doet het, maar wordt verscheurd. Omdat hij aan historisch stukken meer waarde toekent, schildert Rembrandt weinig natuur. Het fantasiestuk Landschap met stenen brug is een uitzondering. De ets Adam en Eva toont de zondeval. Het moment dat Eva Adam overhaalt een hap te nemen van de verboden vrucht. Adam aarzelt, alsof hij Eva wil herinneren aan Gods gebod. In een atelier tekent een kunstenaar een naaktmodel. De vrouw houdt een palmtak in haar hand, het symbool van de roem. De voorgrond is nooit voltooid. Jan uit.